Kijkers en welkom terug bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het tweede deel gaan we het hebben over de taal. En welke taal? De inheemse taal. En die taal gaan we het dan hebben met mevrouw Yusine Aluma. Zij is, we kennen er van verschillende activiteiten, de Amazonemarkt, Vereniging van Inheemse in Suriname. Mevrouw Aluma, welkom in Gesprek Met. Dank u wel. Oké, dus de inheemse taal. We gaan het nu hebben over de Karinya taal. Yeah. En u heeft het initiatief genomen om een school op te zetten. Of althans mensen de taal te leren, heb ik begrepen. Kunt u daarover wat meer vertellen waarom u heeft besloten om de Karinya taal te onderwijzen? Yeah. Ja, kijk, in Suriname hebben we verschillende talen. Inheemse talen ook. Maar de meest gesproken, dus bijvoorbeeld je hebt de Wayana trio, Arawak, Lokono, hoe je het ook wil noemen, en de Karinya. En wij van het oosten, die spreken de taal nog vloeiend. Je hebt ook het westelijke Karinya taal. Bijvoorbeeld in Bigipoika, Kalabaskreek, Dordeskamp en nog andere dorpen waar het Karinya gesproken wordt, maar met een ander dialect. Hè. Okay. Dus, dat heb je ook. Het is niet alleen maar één ding, want je hebt ook het Franse dialect. Dat zit er ook dat nog bij? Dat zit er ook bij. Zo, zie je wat ik ja, dus dat is het. Dus soms denk je van, is maar één, toch? Maar je hebt verschillende dingen. Ik zeg altijd, als je de taal spreekt, als je de taal machtig bent, dan kan je overal weer terugvinden. Toch? Hoe je het ook zegt, hoe je de benaming ook is of geeft. Maar als je de taal spreekt, weet je waarover gesproken wordt. Sowieso. Dus vandaar, het is niet van vandaag dat we hebben gezegd van we gaan de taal weer oppakken. Uh-huh. Waarom? Omdat je nu ziet van... Ja, kijk, de ontwikkeling hè, komt naar ons toe. We nemen het mee. Maar wat gebeurt met onze eigen taal? Terwijl het een heel mooie taal is, waarom ik het idee heb genomen, samen met andere mensen, hoor, de organisatie, om te zeggen van, laten we het oppakken. Want anders gaat het verloren. Wij hebben het nog in ons, wat we hebben geleerd van onze voorouders, grootouders, die ons geleerd hebben. Want ze hebben gezegd van, zonder je taal ben je nergens. Want dat sowieso is jouw identiteit. Klopt. Dus dat is bij mij ook gebleven. We waren gestart een aantal jaren geleden, maar de animo was niet heel. Dus zijn we gestopt. Oh, ja. Dat is wel een beetje jammer. Ja, maar we waren begonnen met de grammatica. Want dat is er. Het is dat is er al. Woordenboek, ook het werkboek is er. In de tijd geschreven door Henk van der Ziel, heet hij? Of als ik me niet vergis, maar van der Ziel. In samenwerking met de Ziel. Sommige Institute of Linguistic, uh-huh, waarbij ook meneer Aluma eraan heeft gewerkt, ook andere mensen, Linke, Pani, Pierre, om dit tot stand te brengen. Want dan hebben ze onderzoek gedaan in verschillende regio's, toch? Van hoe en welke de gangbare grammatica zou moeten zijn. Correct. Voor de Karinya, want je kan niet zomaar de dingen gaan schrijven. Wat zijn de dingen? Hoe ga je het schrijven? En hoe is het toegankelijk om het leesbaar te maken naar de mensen toe? Ja, dus dat soort dingen. Dus werkboek is er en we kunnen daarmee werken. Want daarna heeft Henk Koets ook eraan gewerkt om het verder uit te breiden. Waarbij ook het westelijk dialect en het... andere uit Venezuela, Brazil, waar de taal nog besproken wordt, ook is meegenomen. Okay, dus dat je dan kan zeggen van, zo wordt dat gesproken, dus dat je dat niet nalaat. Dus daarom is het zo belangrijk voor mij om dit
door te geven om een school te beginnen. Toch? Voor de geïnteresseerden. Uh-huh. Ook mensen die de taal machten zijn, maar ze weten niet hoe te schrijven. Want soms communiceren we ook in de taal met mensen die dat bijvoorbeeld in Awala, dus Frans-Guyana, ook in andere gebieden. Maar nogmaals, de schrijfwijze van hun en onze schrijfwijze verschilt. Maar je kan eruit bijvoorbeeld met een kruisteken en zo, dan weet ik van waarover het ze het hebben. Oké. Okay. Ja, dus zij schrijft met L, wij schrijven dan met R. Mm. Ja, bijvoorbeeld, zij zeggen Tualo, maar wij zeggen Tuaro. Mm. Tuaro is een flap, hè? RL. Dus dat soort dingen, als je dat kan, dan zeg je van, dan kan je verder gaan in de taal. Maar waar begin je dan? Soms zeg je van, ga je bij de kinderen beginnen? Maar, dus dat is nou de vraag. Zeg van, waar we moeten beginnen is bij de moeders. Mm. En dan kunnen zij het dan aan verder, de kinderen. Ja, toch, want dat is een van die dingen van waar je moet beginnen. Want bij borstvoeding en bij het spelen met je kind geef je door. Want zo hebben we het ook vastgehouden. Toch? Je hebt de kindertaal, maar dat vergeten we. Dat zijn we helemaal vergeten. Toch? Om kinderen te knuffelen. Ja, dus dat is het niet meer. Het is er niet meer. Nu is het van dat die moeders naar school zijn gegaan en ze komen terug, ze krijgen een kindje. Alles wordt in Nederlands onderwezen of gesproken, ja, toch? Dus niet meer in de taal. Dus terwijl die taal nogmaals heel mooi is om te praten. En soms kan je niet eens vertalen. Zo. Dus in de zin van, als een grap gemaakt wordt, uh-huh. En als je het gaat vertalen, dan heeft het effect, het werkt niet meer. Begrijp je? Je kan niet meer lachen van hoe dat verteld wordt dan als je naar die vertaling gaat. Ja, sowieso. Ja, maar denkt u zelf dat de taal ook een beetje aan het uitsterven is? Precies. Dus als je daar gaat, die oeroude taal wordt niet meer gesproken. Oeroude taal, dan moet je dan naar de PI gaan. Uh-huh. De PI, die zijn dingen bezing en daar wordt dan de taal nog gebezigd. Toch? Van hoe het eigenlijk moet zijn. Bijvoorbeeld, wij zeggen gewoon makkelijk zeg Suma. Het is al verbasterd. Hè? Terwijl gezegd moet worden Pereno. Okay. Ja, de staande, de lopende. Okay. Zo worden mensen genoemd in een van die dingen van de PI. Ja toch, Pereno en wij zeggen Mokosuma. Terwijl je zegt Moko Pereno. Oké. Okay. Ja, dus dat soort dingen. Dus bepaalde dingen gaan verloren. En als je bij de PI zingt, dan is het net een ding van een gedicht. Dus ze praten altijd in een soort van gedicht. Hè, van ze vragen altijd bijvoorbeeld in hun gezang. Waar ga je naartoe? Maar het lijkt, dus zo praten ze, het lijkt alsof je me wilt zeggen van waar je naartoe gaat. Of ik vraag waar je naartoe gaat. Toch? Dus in de taal. Maar jij moet dan weten van waarover de persoon het heeft. Ja, in hun liederen, daar hoor je dat. Dus daarom zeg ik van, de taal is belangrijk, maar de taal is ook vergankelijk. Toch? Van, met de ontwikkeling van wat we nu hebben. Want dan hoor je die jongeren weer anders praten. Uh-huh. In plaats van Kungano, zeggen ze nu Kungayato. Hebben hun eigen woorden gemaakt. Oké, dus de jongeren maken nu ook hun eigen versie. Dus dat. Maar je begrijpt ze, van Kungano of Kungado, hebben ze dan andere woord van Kungayato. En wat betekent dat? Ze hebben gezegd. Oh, oké. Of zij zeggen. Ja, toch? En dat, als je dat gaat vertalen, is het weer, ze hebben gezegd. Weet je, dat is zo'n beetje dubbel. Dubbel.
Kunga ja toch? Maar er wordt dingen meegetrokken. Dus dat soort dingen van hoe ga je het behouden? Sowieso. En de lessen, zijn de lessen dan alleen voor mensen van inheemse afkomst? Nee, of nee. Mogen ook andere mensen andere die vinden, mensen. Ik vind het een mooie taal, ik wil het ook leren. Mogen zij zich daar ook ja, opgeven? Ja, dus het is voor iedereen. Toch? Dus die geïnteresseerd is om deel te nemen aan zo'n taalkursus. Toch? Van, kijk, iedereen leert een taal. Spaans en dat soort dingen. Zo is het ook bij... Ja, bij een van deze talen. Je moet toch bij het begin beginnen. Hoe is dat? Dat is de grammatica. Wat komt voor en hoe ga je dat uitspreken? En hoe schrijf je? Wat is de schrijfwijze? Sowieso. Dus daartussen ga je dus ook al een Carinha alfabet dus? Ja, ja, er is een alfabet. Dat. Dus daarmee willen we dan beginnen. En we hebben iemand die in de tijd ook al trainde trainers heeft gedaan. Okay. Ja, dus willen we hem ook weer benaderen om dat te doen. Dus, en hoe lang zal zo'n taalkursus dan duren? Want als je voor het eerst een taal gaat leren, dan gaat het toch wel een poosje duren voordat je het een beetje onder de knie hebt. Precies, dus dat gaan we kijken. Ik dacht van 3 maanden is dat voldoende omdat je dan iets onder de knie krijgt. Toch? Van om een beetje... Ja, dat je gangbaar kan maken in de taal. De makkelijkste dingen van groeten. Toch? Groeten en vragen stellen. Dat zijn, wij zeggen altijd van het beste om snel te leren is. Dat maken we altijd een grap. Ik kwam in je vrouw of ik kwam in je masra. Dat je leren worden ja, snel. Dat zegt men inderdaad. Ja, dan leer je de woorden die eigenlijk niet gesproken worden. En zo, daarmee begin je. Toch? Maar dus ze moeten het ook kennen. Dat moeten ze ook kennen. Als je zit, ik wel in je vrouw, want in je man moeten ze de taal ook kunnen praten. Ja, dat is het. De dingen, woorden zijn, zeggen we altijd, de gekste dingen. Zo, daarmee. En dan heb je dat al. En dan ga je verder. Weet je, dus zo bijvoorbeeld makkelijker worden tuna. Is water. Dat weet ik toevallig. Ja toch, Nuno. Dat is de maan. Dus ik weet alleen wat tuna en tamushi. Tamushi alleen die ja, twee okay, ken ik, tamushi is een god. Dus, yeah. alleen die dus twee. Dat soort dingen toch, van om te beginnen, spelenderwijs kan je ook verder gaan. Klopt sowieso. Dus dat is, hoe doe je dat op spelenderwijs, niet echt een... Het onderwijssysteem van dit moet. Nee, soms moet je op spelenderwijs of met. Aanschouwelijk materiaal. Aanschouwelijk materiaal werken. Toch? Dus dat werkt makkelijker, sowieso. Heb ik gezien. En dan wanneer bent u van plan dan met de eerste lessen te beginnen? We dachten oktober. Ik dacht midden oktober, want we willen dan. Laatste oproep zouden we dan. De zondag doen, deze zondag, komende zondag. Uh-huh. Ja, en, maar je hebt al mensen die geïnteresseerd zijn en dan schrijven we ze in. Toch? En dan kijken van, oh, zoveel mensen zijn en wat heb je nodig? Toch? Om dat om te beginnen. Ja. Sowieso. Ja. En heeft u al gedacht aan een makkelijke locatie, zodat het een, voor ieder toegankelijk en makkelijk te bereiken is? Nou, ik heb gefocust op... Palmetuin, wat mag, want dat is dan het ja. Makkelijkste. Iedereen kent Palmetuin. Ja, precies. En ik zeg altijd, daar heb je dan de spirit ook, toch? Van dat je daar uit ja, jouw kennis ook kan vergaren. Want ik zeg altijd, ayeyede, voor leer asan moro snel, daar Klopt. Doe je dat. Want daar waren de inheemse en dan ga je sneller leren. Dus dat zeg ik dan. Uit dingen van, ja, het is niet van dat je zegt, ja, je moet daar komen. Nee, het is gewoon een stimulans voor mensen die het willen leren. Uh-huh. Toch? Van, het is makkelijk, het is, je kan, waarom kan het niet? Sowieso, en wie heeft zich vooralsnog al opgegeven om de Carinha-taal te leren? Dat zijn de mix mensen. De Douglas, ja, om het zo te zeggen. Ja, de Douglas, ja. Maar dat is mooi.
toch? Precies. Want ja, ik bedoel van als je iets wil leren, dan ga je ervoor. Dat maakt er niet uit wie het is. Ja toch? En je hebt ook andere Creoolse mensen. Uh-huh. Maar ze willen het graag leren. Ja, en wat about ook de inheemse die alle hele poos in de stad zijn? Want je hebt bijvoorbeeld de jongeren van mijn leeftijd. Jij hebt het dat alleen, willen ze zeggen, hun oma of hun iets oudere generatie alleen de taal nog een beetje machtig is. En zij praten alleen maar Nederlands en Surinaams. Ja, dus die wil ik ook vragen. Om, kijk, wij als inheemse zijn moeilijke mensen. Waarom zegt u dat? Ik zeg het omdat ik het weet. Ja, ze mogen het. Weet je, ik zeg altijd, de moeilijkste mensen om mee te werken, dat zijn de inheemse. Maar je geeft niet op. Sowieso. Je moet ze triggeren om te zeggen van, je moet het doen. Weet je, je gaat... Echt, dus, want dan gaan ze zeggen bijvoorbeeld wat u aanhaalt. Dan zeg je, ja, waarom moet ik dat gaan leren? Weet je, van smaju. Je doet het niet voor mij. Toch? Om mee te, je doet het voor jezelf. Ja, want dit is ook een stukje cultuur-erfgoed. Ja, cultuur-behoud. Ja, en dat kan je kinderen leren. Want straks, als grote, als je kleinkind komt en zegt van waarom heb je dat niet geleerd? Toch? Dus je hoort het ook aan sommige mensen van ja, mijn moeder sprak geen dingen, want ze mocht dat niet praten. Toch? Maar ik vind het heel belangrijk. Ik vond het ook heel belangrijk dat mijn oma, niet mijn moeder, maar mijn oma, mij dat wilde leren. Dat ik moest behouden. De cultuur, de tradities. En nogmaals, dat ze me gezegd heeft van jouw taal en de liederen, dat zijn jouw identiteit. Je moet het niet vergeten. Dus voordat ze dood ging, is ze ook, ja. En ze heeft me ook grootgebracht daarin. Het dingen van vanaf ja, klein, dat eerste menstruatie, want daar krijg je dan de seksuele voorlichting. Als je geïsoleerd bent, bij de eerste menstruatie, wat je moet doen, wat je niet moet doen. Als je naar mannen moet kijken of welke knip oog ze voor je maken. Nee, ja, dus dat soort dingen. Daar heb ik ook van wat die dingen betekenen. Als je gaat dansen, wat het is. Dus, toen zei oh, dus al die tijd dacht je van, het is gewoon iets. Maar ze hebben allemaal hun betekenissen, hun geheimen, weet je, van dat je moest weten. Sowieso. Dus dat was heel belangrijk voor mij ook. Dus om dat te weten van, wat, waarvoor, waarom. Dus, maar ik was ook leergierig om dat te vragen, waarom? Wat voor betekenis heeft dat? Klopt. Dus waarom moet ik alleen maar gezaven water of dingen gezaven met water zonder suiker en dat soort dingen drinken. Dan krijg je uitleg. Maar als je niet vraagt, je maar dan weet je het ook niet. Precies. Ja, toch? Dus waarom moet je alleen maar zulke visjes eten? Waarom moet je dat niet doen? Dus dan krijg je antwoorden. Maar als je niet vraagt, dan blijft het ook zo. Dus heb ik ook mijn kleinkinderen, ook nichten, dat gedaan. Dus toen ze hun eerste menstruatie kregen, heb ik dat weer overgedragen. Maar want dat is altijd een goed ding. Mm-hmm. Want mijn grootmoeder, wel, mijn grootmoeder had me gezegd van kijk, ik ga jou niet die strenge dingen geven van wat ik gehad heb. Had ze me gezegd, want zij was ook niet bij haar in de tijd van ja, dat ziekte heerste. Haar ouders waren overleden. Dat was, ze waren wees. Haar zus heeft haar grootgebracht. En werd ze door een andere oma grootgebracht, dus was die oma zo streng op haar. Ze is bijna doodgegaan, zei ze, maar ze heeft het overleefd. Dus waar ze dan bij de eerste mensen was, zij alleen gezaven moest raspen. Zij, ze was zo mager, maar ze moest 3 kroekroes, maanden, raspen. Wow. Schillen en raspen en zelf dingen doen. Ik zei, boy. Zo breed was die oom, zei ze ja. Maar dat is ook een traditie. Traditie, ja toch? Maar ze heeft het overleefd. Maar daarom is ze me gezegd van ze gaat me dat niet aandoen. Dus gelukkig maar. Dus ze was een lieve oma, dus heeft ze me dat niet aangenomen. Wel andere dingen. Ja, toch? Dus wat bij de traditie, bij de cultuur hoort. Dus dat heeft ze wel gedaan. En ik ben blij van dat ik dat heb mee mogen maken. Dus dat ik het heb meegehad.
ook de liederen. Dus bij dingen van bijvoorbeeld Poortblakka. En bij het overlijden van iemand, wat je allemaal moet doen. Hoe je in de rouw gaat en wat, waaraan je moet houden. Dus dat soort dingen. Toch? Van, nogmaals, ik heb ze onthouden. Maar het is tenminste ook goed om te weten dat er nog steeds enkele mensen zijn die hun tradities hoog houden. Ja. Ja, ja. Dus dat is het leuke ervan. Dus ja. Kijkers, als je meer wilt weten over de, want volgens mij Carinha is Caribisch, toch? Caribisch. Helemaal, zie je? Is Caraïbs. Caraïbs, maar dat zeggen ze ook van die... Zeg Caribisch. Ja, maar ze worden ook de Teleuyo genoemd. Nee, die Teleuyo. Ken ik niet. Dat zijn de... Dus Carinha wil zeggen de mens. Oh, oké. Okay. Mm-hmm. En wij zijn Carinha van Teleuyo. Oh. Dus Teleuyo, degene met geverfde haar. Oké. Okay, rood haar. Helemaal. Dus mensen, u heeft het gehoord. Mevrouw Aluma heeft het heel mooi en interessant kunnen houden. Dus voor hen die nog veel meer willen leren, vooral van deze inheemse taal en ook nog meer van de tradities van de inheemse, kunnen zich nog vooralsnog opgeven bij mevrouw Aluma. Ja. En midden oktober, en dan begeeft u zich naar de Palmetuin om... Ja. Zo'n Caribische of Caribische taalkursus te volgen. Te volgen, ja. Oké, mevrouw Aluma, ik zou maar zeggen bedankt voor uw komst naar de studio. Het was interessant. Misschien geef ik me ook op, want ik heb ook veel... je moet het komen leren, vooral bij dit soort dingen, toch? Dat is, maar vooral met inheemse dagen. Ja. Als je ook naar het binnenland gaat, dan kan je ook tenminste... Hier en daar enkele woorden uitspreken. Ja, vooral als je gaat naar die basha's of die pi, dan kan je ze tenminste op een traditie. Precies, het zou ik net zeggen. Dat zijn dingen te wanten hebben. Ja, normen en waarden. Dus dat zijn dan van wat je ook leert. Hè. Hoe je moet groeten, hoe je een kind moet groeten, hoe je een oma of een opa moet groeten. Dus alles leer je dan. Helemaal. Weet je? Het is een heel mooie cultuur. Precies. Weet je? Maar het is. Dus vandaar zo'n dingen van dat we gaan beginnen en zeggen van laten we het behouden, laten we het onderwijzen. Weet je, van dat het toch nog leeft. We weten niet voor hoe lang, maar we proberen het nog te behouden. En kijkers, u heeft het zelf gehoord, mevrouw Aluma zegt, wij zelf als Surinamers moeten ervoor zorgen dat onze eigen cultuur, maakt niet uit van welke stam, dat die in leven gehouden blijft. En hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. U kunt het bekijken om 5:00 op 12.1. En heeft u het gemist, dan mag u de herhaling kijken om 8:00 op 12.2. Dat was het voor deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer bij. Tot dan.